daar gaat ze dan, Tracy Ullman. Lieve mensen, u kijkt nog steeds naar Café Lokaal op de zaterdag vanuit de brasserie van het Oude Stadhuis. En het is hier een komen en gaan van Schiedammers en niet-Schiedammers. Tegenover ons is komen zitten burgemeester Lamers. Goedemorgen. Goedemorgen. Op een zaterdag bij het Oude Stadhuis voor een goed doel. Ja. Burgemeester, we gaan het eerst eventjes over iets anders hebben. U was afgelopen maandag weer te gast op het Ouderenfestival. De hoeveelste keer bent u te gast geweest? Was dit? Voor mij was het de eerste keer. De eerste keer. Nou, laat Want maar. Het Ouderenfestival was nu voor het eerst 's middags en 's avonds. Ja, u bent 's avonds geweest. Overdag kan ik haast nooit. Ja. Maar nu 's avonds ging het wel. Wat was uw ervaring? Bitterbal uitdelen. Ja, dat dacht ik wel. Dat is de belangrijkste taak van de burgemeester dan. Ik heb gehoord dat de mensen zich in hebben gehouden. Ja. Ja, maar ik heb een strategie toegepast. Kijk, de mensen die naar je toe komen, die komen toch wel aan die bitterbal. Ja. Maar het gaat om de mensen die bescheiden aan de zijkant blijven. Die en het gaat ook om de opstelling in de zaal, hè? 4-3-3. Met de Ruit naar achter spelen. Ik ben van 3-5-2, maar dat is een andere keuze. Nee, maar de mensen die wat bescheiden aan de zijkant blijven staan, die moeten ook in aanmerking komen. Dus die heb ik opgezocht en dat ging goed. Wat vindt u van zo'n initiatief? Ik vind het geweldig, want het zijn in feite gewone Schiedammers, net zoals jullie en ik. Ja. Die zeggen, wij steken wat vrije tijd en wat, ook wat kosten en wat geld in een initiatief voor ouderen. Ja. Overigens, inmiddels is het best wel groot geworden. Want 's middags waren er 750 mensen en 's avonds 600. Dan zie je dus dat het goed is dat er nu een tweede run is gemaakt. Ja. 1300 mensen zijn op één dag van een gezellig moment voorzien. Dus en dan alweer de 13e uitvoering natuurlijk. Ja. Nee, ik vind het mooi en de mensen zijn er gewoon heel blij mee. En inmiddels komen de mensen niet alleen uit Schiedam, maar uit Vlaardingen, uit het Westland. Ja. Het is, maar het doel destijds, Jan-Willem, was toen wij dat samen aan begonnen, 10 jaar geleden, hebben we gezegd. Iemand die nooit in het theater komt, of mensen die dat niet kunnen betalen of daar tegenop kijken. De gewone man die keihard heeft gewerkt, na de oorlog het land opgebouwd, zeggen we wel eens, om die een leuke dag te bezorgen. Ja. Ja. En die mensen zijn daar stikgelukkig. Ja. Nee, dat is het zeker. Kijk, jullie zijn ermee begonnen. Jan-Willem zelf, heb ik begrepen. En nu 3 jaar is het een andere... We hebben het 10 jaar gedaan en toen dachten we van, dat wordt tijd voor Dat vind ik ook wel goed, want daarmee zorg je ervoor dat het binnen de Schiedamse samenleving toch een beetje geborgd blijft. En, nou, hebben diverse burgemeesters daaraan bijgewerkt. En diverse wethouders zijn te gast geweest. Altijd in de bitterballen. Vanaf het eerste jaar hebben we de burgemeester en de wethouders in de bitterballen gezet. Maar wat wij van alle burgemeesters en wethouders ook gehoord hebben, is dat de mensen naar je toe komen en ook gelijk hun verhaal hebben. Hoe is dat u ervaren? Ja, mensen willen gelijk praten met je. Dat viel nog wel mee, want daar was niet zoveel gelegenheid voor. Want die bitterballen, bitterballen. Zijn wel prominent. Die zijn mee, hoor. Dat is echt, We hebben filmopnames, dan komt er een mevrouw en die laat net als op de kermis zo die hand zakken. En die pakte zo 5, weet je wel. Nee. Dat klokje. Nee, kijk, we hebben natuurlijk ook meer momenten. We hebben bijvoorbeeld de vrijwilligersavond die we ook organiseren. En kijk, ik zorg er wel voor dat als ik ergens ben, dat mensen met me in gesprek kunnen komen. En dat over het algemeen gaat dat heel gemakkelijk. Maar afgelopen maandag was dat die bitterbal echt prominent. Ja. Even een bruggetje maken. De dames van de Zonnebloem staan voor de deur. Die helpen tegenwoordig ook mee met het Ouderenfestival. En zij maakten geen verwijt, maar wel een terechte opmerking. Wij vroegen van, er zijn diverse organisaties die wat voor ouderen doen. Met name de doelgroep eenzame ouderen. Maar zij hebben onderling nog niet echt het gevoel dat ze met elkaar van elkaars activiteiten op de hoogte zijn en samenwerken. En er ging eigenlijk een soort klein verzoek uit van, zet nou al het WOT en de Zonnebloem en noem al die organisaties maar op. Is dat misschien een idee om toch even mee te nemen? Ja, het is eigenlijk wel bijzonder, want je kunt het ook positief waarderen. Er zijn dus best veel instellingen in Schiedam die actief zijn voor de eenzame medemensen. Of het nou gehandicapte mensen zijn met een fysieke beperking of verstandelijke gehandicapten. Er zijn best veel initiatieven, zowel professioneel als vrijwilligers. Wethouder Van Aken die is nogal druk bezig met wat wij noemen de eenzaamheidsproblematiek. Want er zijn best veel Schiedammers die zo eenzaam zijn dat ze nauwelijks contact hebben met hun buren of met Hoe andere groot mensen. Acht u dat aantal mensen? Ja, dat is onderzocht. Ik heb dat nu even niet bedaan. Maar dat is wel veel. Het is pittig. En ik moet zeggen, juist in de wijk Groenoord is dat percentage het hoogst. Dus wij hebben sowieso geven er prioriteit aan om er wat aan te gaan doen. Het idee om professionals en vrijwilligers een keer bij elkaar te brengen, neem ik zeker mee, want het is gewoon een goede suggestie. Ja. Je ziet ook vaak dat instellingen niet van elkaar weten wat ze doen. Nee, precies, dat was de boodschap. Bij de professionals gaat dat wel beter, want die WOTS zijn het coördinatiepunt. En daar weet men nu van elkaar. Dan gaat het om huisartsen, mensen uit de maatschappelijke hulpverlening, maar ook de gemeente, stroomopwaarts. Die weten van elkaar wat ze doen.
Maar vrijwilligers zijn vaak heel goed bedoeld bezig. Ja. Richten zich op een doelgroep. En weten niet dat er ook nog een andere club met dezelfde doelgroep bezig is. En een groot probleem is ook vaak. Er zijn ook ouderen die doen de deur niet open. Die blijven liever op zichzelf. Ja. Maar die vereenzamen op een Maar dat vind ik dus het goede van bijvoorbeeld de Zonnebloem. Die dus ook mensen gewoon opzoekt. Vast eens in de week, eens in de maand. Ja. En mensen rekenen daarop. Ja. En als je maar een kwartiertje te laat bent, dan krijg je dat als vrijwilliger door. Ja. Maar dat is goed, want dat brengt structuur in het leven. En die kunnen ook een signaal geven. Ja. Maar voor hen gaat de deur dus wel open. Ze zijn inderdaad een soort voorpost. Ja. Maar mensen rekenen erop en dat vind ik ook goed. Dus die mensen die je moeder kunt bereiken, bereik je vaak met dit soort vrijwilligers. Toen we met dat oude festival begonnen, toen zeiden de mensen op een gegeven moment van ja, je kan er maar 700 kwijt in de zaal. Nou, die kaarten waren binnen no time zeg maar weg. Toen zei men van waarvoor doe je niet per wijk wat? Dan heb je meer kans dat je mensen uit de wijken krijgt. Maar dan wordt het wel een heel organisatie. Nou ja, ze hebben nu voor het eerst dus een middag- en een avondsessie gedaan. Nou, dan bereik je twee keer zoveel mensen. Dezelfde artiesten treden twee keer op. Ja. Dus ik vind dat wel een aardige formule. De minder mobielen kwamen 's middags. En degene die wat meer mobiel zijn, die zichzelf kunnen voorbereiden, die kwamen 's avonds. Ik denk dat het waard is om het volgend jaar weer te proberen. Want met 1300 mensen heb je natuurlijk een geweldig bereik. Ja. Dus om het nou op te splitsen per wijk is wat lastig. Want dan moet je een geschikte accommodatie in iedere wijk hebben. We hebben niet allemaal een erker in Schiedam. Nee. En ten tweede, je moet ook artiesten hebben die dan voor 100 mensen willen spelen. Maar je zou het natuurlijk wat kleinschaliger kunnen doen. Hè? Het hoeft natuurlijk niet allemaal met... de doelstelling blijft natuurlijk toch gewoon mensen met elkaar in contact brengen. Maar vergis niet, Jan-Willem. In de wijken vinden er al een heleboel van dit soort kleinschalige, gezellige avonden of middagen plaats. Ja. Ja. Die door de AMBO of door de KBO of weet ik veel wat worden georganiseerd. En er is zo ontzettend veel aanbod in Schiedam. Ja. Alleen mensen moeten het wel weten te vinden. Ja, absoluut. Tot slot even, u krijgt weer drukke dagen natuurlijk, hè? 4 mei, 5 mei, maar daarvoor ook nog de lintjes regenen. 26 april, ja. Dat is het mooiste altijd wat er is natuurlijk. Ja. Hè? En zit er nog pro? Ja, u mag natuurlijk, het is nog onder embargo natuurlijk. Nou, we hebben hier een tijd gehad dat er zo erg veel gevraagd werd. Ik weet nog wel, Jan Brouwer van de gemeente vroeger, die zei op een gegeven moment, jongens, er moeten meer aanvragen komen. Is dat aantal aanvragen toch alweer gestegen? Nee, dat is redelijk constant. We zitten tussen de 12 en de 15. Dit jaar hebben we er 13. Ja. En dat is een mooi aantal. En ik probeer er altijd een beetje op te letten bij het indienen van de aanvragen dat de diverse sectoren ook aanwezig zijn. Ja. Dat het niet alleen kerken zijn of niet alleen sport. Nee, kerken en sport. Ja. U doet het trouwens wel anders. Hè? Voorheen was het zo, was het echt een verrassing, werd je gelokt. Ja. Maar daar heb u toen zelf gezegd van dat doe ik niet meer. Waarom was dat ook alweer? Dat deed ik in mijn vorige gemeente al. Dat heb ik hier ook meegenomen. Ik bezoek de mensen nu onverwachts thuis of op een vrijwilligersplek. Dan zijn ze verrast en dan nodig ik ze, dat is ongeveer een week, anderhalve week van tevoren, nodig ik ze voor die uitreiking uit. Ja. En dan de belangrijkste reden is eigenlijk dat mensen dan daar een beetje naartoe kunnen leven. Dat ze aan het idee kunnen wennen. Ja. En dat ze de dag van de uitreiking veel bewuster beleven. En dat ze niet in de stress zitten of zo. Nee. En alle mensen die ik de afgelopen 3 jaar heb mogen decoreren, die zijn er gewoon heel positief over. Want ze hebben er nog steeds goede herinneringen aan. Ja. Jij bent ook herinnerd, hè, Henk? Jij toch ook? En dat, smoesje en die verrassing. Was de laatste daad van mevrouw Verven, was dat? Dat smoesje en die verrassing, die zitten dan nog wel in. Want ik heb van de week mensen bezocht die zogenaamd een bestuursvergadering hadden. Komt die burgemeester ineens binnen, dan schrikken maar ze. Maar je hebt wel even dat persoonlijke contact wat je dan op zo'n dag zelf natuurlijk eigenlijk een beetje ontbeert. Hè? Want dan is iedereen helemaal. En het mooie van 13 mensen, meneer Lamers, is dat u ook even persoonlijk aandacht aan kan besteden. Als je de 25 hebt, moet je altijd... Nee, dat ook, maar ik heb ze nu ook nog eventjes in hun eigen omgeving gezien. Ja. De voorstellen, degene die initiatief nam, is erbij. Dus dan zie je ook gelijk wat voor mensen het zijn. Ja. Als ik ze al niet ken, want de meeste ken ik al, dat moet ik erbij zeggen. Dat rondje is alweer gemaakt. En van een enkeling, want officieel is het dan nog een beetje onder embargo, maar sommigen hebben er al over gecommuniceerd. Ja. Dat is op zich niet helemaal de bedoeling, maar is ook weer niet erg. En er zitten dus inderdaad een paar bekende. Zijn hele mensen bekende die het weigeren? Heeft u dat wel eens meegemaakt? Eén keer in Houten, maar dat was een predikant die het om principiële redenen deed. Ja. Die zei, luister, ik ben in dienst van God en mooi deze waardering van de koning, maar daar doe ik het niet voor. Nee. Dat vond ik nog een hele goede motivatie overigens. Maar in Schiedam heb ik het nog niet meegemaakt. Nee. Dode herdenking, ik moet eerlijk, dat zeggen wij elk jaar weer. Je kan wel eens mopperen op de stad, maar de dode herdenking in Schiedam is heel apart. Is
uiterst sfeervol. Vooral als het een beetje mooi weer is. Maar het is niet zo dat het alleen 's avonds is op de plantage. Want dat is ook al een aantal jaren traditie. Dat moeten de mensen nog wel aan wennen. Want u bent 's middags dan ook om 3 uur op de beukel. Op de begraafplaats. Daar eren wij de officiële oorlogsgevallenen van Schiedam. Ja. Dat is een heel mooi rijtje op de begraafplaats. En daar leggen we ook een krans. En er is ook een moment van stilte. Ja. Een korte toespraak van mij. En er komen steeds meer mensen naartoe. Ja. In aanvankelijk te nabestaan. En we nu ook steeds meer geïnteresseerden. Ja. Maar wat ik nog over 4 mei wil zeggen. Over de dodenherdenking zelf. Ik doe het nu, dit is dan nu mijn 4e dodenherdenking de komende week. Maar ik zie het aantal bezoekers alleen maar stijgen. Het wordt drukker en drukker. Ja. En ook jeugd gelukkig. Ook jeugd. Veel jeugd. Ondanks het feit dat het midden in een schoolvakantie is. Ja, maar er is veel jeugd. En dat is alleen maar goed. Want het betekent dat het gedachtegoed van die dodenherdenking nog steeds leeft. Ja, zo is het. En daar gaat het om. Nou, u gaat weer terug naar de zonnebloem. Heeft u het lot al gekocht? Ik heb 5 loten gekocht. 5 loten? Dus, ja, hebben wel het geld al weggegeven. Nee. De zonnebloem besteedt het geld aan hele andere dingen dan Loop TV. Als u de hoofdprijs vindt, dan stort u het terug naar de zonnebloem. Oké, dat hebben we het nog niet over gehad eigenlijk. Nee, maar dat hebben wij al bepaald. Dat storten we in de premiepot. Ten slotte, morgenavond om 6 uur bent u thuis. Moet u uit eten, werken? Nee, ik ben thuis en dan gaat de tv aan. En dan gaat u kijken. Heb je Fox? Nee, je kan ook SBS 6 kijken. Ja, SBS 6, ja. U gaat naar het voetbal kijken? Ja, zeker. Ja. Feyenoord, Utrecht geloof ik, hè? Dat Feyenoord, gaat om de beker. Nou, het zijn 2 clubs die ik allebei wel een beetje warm... Hout is bij Utrecht in de buurt. Hout heeft de grootste aanhang van de FC Utrecht in de regio daar. Het is een beetje een club vergelijkbaar met Feyenoord. Een mooie, gezellige, goede volksclub. Ja. Met een enorme aanhang. Ja. Grote populariteit. Dus ik gun het ze allebei, maar rood-wit uit Zuid gaat het worden. Nou ja. En mijn goede vriend van Seumen, als die zijn centjes erin stopt, dan Sparta hebben we Sparta kampioen. Ja, geweldig. Feyenoord misschien de beker, dat straalt toch ook een beetje af? Nou, Sparta zeker, want dat is gewoon een halve Schiedamse vereniging. Ik ben ook bij de kampioenswedstrijd geweldig. Geweest. Geweldig. Ja. Hulde ging bij gewoond en ze zullen het ook weten hoor. Dat ik vond zo'n mooi collega Abu Talib, die zei het ook. Bij Sparta gebeurt nooit wat. Nee. Lekker relaxed. Nee, ik heb het met bewondering die huldiging staan bekijken. Ja. 15.000 man ongeveer op dat veld. Ja, en die verdwaalde burgemeester van Schiedam stond als enige nog op de tribune ongeveer. Maar slechts 3 agenten, wel geteld. Ja. Ja. En er gebeurde er helemaal niks. En dat vind ik echt geweldig. Dat is mooi. Ja. Is mooi. Ten slotte, zondagavond. Doet u een voorspelling? Het wordt 3-1 voor Feyenoord. 3-1. Nou, ik zei 2-1. Dus nou, ik zal voor u duimen. Voor jullie allebei duimen. En wil je nog weten wie je landskampioen wordt? Dat wordt die club uit Eindhoven. Ja. PSV. Betty, wil jij de burgemeester even in zijn jas helpen? We gunnen het ze van harte. Als het maar geen 0-20 wordt. Nee hoor, als het maar leuk is. Burgemeester, bedankt voor het langskomen. Goed zo, dankjewel. Nou, wat ook een beau-romance is, Maaike Steerneman, die zit tegenover ons. Maaike, goedemorgen. Hallo, goedemorgen. Welkom in het programma. Nou, de stoel is nog warm van de burgemeester, dus je zit goed, je hoeft niet te betalen. Hij zit goed. Ja. Maaike, eventjes de actualiteit voordat we het over jou gaan praten. Mm-hmm. Eergisteren is Prince overleden. Yes. Heb jij dat nog iets van mee of ben je daar te jong voor? Nou, ik was op school, ik had gal gemaald. Dus alle docenten gingen koken voor alle 6e klassers. Ja. Ik kreeg een appje van mijn moeder van, hey Maaike, Prince is overleden. Dus ik zei dat tegen mijn docent, die stond achter me. Nou, die vond het heel erg. Ja, ik heb er wel wat minder van meegekregen, maar natuurlijk wel gewoon Purple Rain van de top 2000. Ja, maar was het jouw muziek? Zeg je van het was een inspirator of zeg je wel gewoon een leuke muzikant waarvan ik een paar liedjes leuk vond? Een leuke muzikant waarvan ik een paar liedjes leuk vond. Ja, meestal met artiesten voor jouw generatie, die ken je eigenlijk pas wanneer ze... Wanneer ze overlijden of wanneer ze... Dat is altijd alle 13 dood zijn wij vroeger dat thuis. Dat is eigenlijk, als je dood bent, dan gaat de verkoop staan. Ja. Maar ik denk dat ik nu veel meer Prince muziek ga kennen. Ja. Maar dat hadden wij toen met Elvis Presley. John Lennon. Zo gaat dat natuurlijk. Ja. Maaike, Stedelijk Gymnasium. Even heel kort. Afgelopen week niet zo prettig in het nieuws. Merk je daar wat van op school? Er was na schooltijd een mailtje naar alle ouders gestuurd. Even voor de duidelijkheid voor de mensen thuis. De muziekdocent had niet zulke fijne foto's op zijn laptop staan. Ja, nou ja, iedereen heeft les van hem gehad. Ja. Dus iedereen had het er wel even over. Maar
Ja, daar hebben we verder ook maar... Het was ook namelijk onze laatste schoolweek, dus daar hebben we meer aandacht aan besteed dan aan het negatieve. Overigens, het is nog niet een veroordeling, geloof ik. Nee, dat moet allemaal nog uitgezocht worden of zo. Maar dat is eigenlijk in principe een niet besproken onderwerp in die zin dat daar de hele school van op zijn kop stond. Nou, het is geen taboe, maar... Precies. Het is alleen vervelend, want wat was dat voor man? Was het wel een aardige man, volgens mij, toch? Ja, ik heb het altijd een fijne docent gevonden. Ja. Maar ja, weet je, ja... Even terug naar jullie band. Zo is dat. Ja, inderdaad. Daar gaan we het over hebben. Daar gaan we het over hebben, dat is belangrijk. Hebben jullie iets met muziek? Welk groepje? Zijn dat vriendinnen? Of zeg je, hey, er kan iemand heel leuk spelen, die halen we erbij? Of hoe is het allemaal ontstaan? Nou, we hebben elkaar ontmoet op school... En we zijn begonnen met gewoon wat liedjes coveren en het met verschillende stemmen en een beetje a cappella-achtig. En op een gegeven moment dachten we, nou, we kunnen ook zelf muziek maken. En door eigenlijk oefening baart kunst, op een gegeven moment gaat dat goed en klikt het. Dus we zijn, Maar in de top 100 bij Giel Beelen. Dat is niet mis. Laten we even uitleggen voor de mensen thuis. Wat is de link tussen jou en je groep en Giel Beelen? Giel heeft een talentenjacht. Giel's talentenjacht. Is een disjockey op Radio 3, geloof ik. 3FM. Vaak in het glazen huis. Ja. En hij heeft een nieuwe talentenjacht. En dat is de eerste online talentenjacht. Dus alles gaat eigenlijk over YouTube. Ja. Dus we moesten een filmpje maken in onze slaapkamer. Want het concept is van slaapkamer naar stadion. En een eigen nummer. Dat hebben we geüpload. En toen zijn we in de top 100 gekomen. Hoe hebben jullie dat opgenomen? Is er een bevriende relatie binnengekomen met een cameraatje? Nou, we hebben gewoon een camera op een tripod gezet. Oh, geen moeilijke dingen. Gewoon aan die kaars en branden. Hoppakee, ja. Leuk. Maar dat is juist het leuke. Lekker spontaan en gewoon... Ja, precies. En wat gebeurde dan? Hadden jullie nog verwachtingen dat je zei van... Nou ja, we doen dit puur voor de lol, we doen gewoon... Nee, maar had je echt gedacht om hoog te scoren? Nou, we hadden het vrij last minute ingestuurd. En toen kwam er wel zo'n soort social media echt, het ontplofte. Ja. Iedereen heeft het geretweet en een berichtje overgezet op Facebook, gedeeld. Dus toen dachten we, van, nou, dit gaat zo snel, we maken misschien wel een kans. Ja. Maar dat is het mooie van deze tijd natuurlijk. Hè. Ik ben nog uit de tijd dat de telefoon op de gang hing en dan moest je nog ronddraaien. Maar nu... Yep, er wordt getwitterd, Facebook, daar, het gaat gelijk leven. Ja, het was superleuk, want we hadden het geüpload en ik zat toen met mijn moeder de volgende dag, oké, man, Facebook, dus mijn moeder al haar vriendinnen en het is volgens mij wel 50 keer gedeeld. Dus dan krijg je natuurlijk gewoon die views, dus dat was superleuk. Ja. Maar ik het liedje wat jullie gezongen hebben, wat was dat voor nummer? Het nummer heet This Chance en dat hadden we al geschreven. Het is vrij eigen nummer. Een eigen nummer. Waar gaat het over? Het gaat over... Eigenlijk over de muziek en over de muziek die je meeneemt. We hadden gevraagd, eigenlijk is het een soort vraag aan de muziek van... Help me alles te vergeten en help me gewoon even los te gaan en te dansen. En even je hoofd schoonmaken. Ja, even je hoofd schoonmaken. Want dat is wel het effect wat muziek heel erg heeft natuurlijk. Ja. Dus daar gaat het over. Dus jullie zijn op het gymnasium een hype, zoals dat heet. Nou ja, het was super. Worden jullie als sterren behandeld? Nou, handtekeningen, selfies... Nee. Maar het was wel leuk. Iedereen heeft ons natuurlijk wel gefeliciteerd. Ja. En, maar goed, je hebt het geüpload. Wat gebeurt er dan? Nou, we zitten nu dus in de top 100. En we hebben nu een challenge gekregen. Dat is dat we voor maandag een liedje moeten schrijven over vrijheid. En dat moeten we dan ook weer insturen. En dan wordt het ook geüpload op de YouTube-pagina van Giel. Giel's talentenjacht. Dus jullie zitten nu in die slaapkamer te schrijven en te spelen en te zingen? Ja, het is nu bijna af eigenlijk, het liedje. Dus we gaan het zondag nog even goed oefenen, opnemen, uploaden. Hoe heet het nummer? Het heeft nog geen titel. Oh, is het Engelstalig? Ja, Engelstalig. Oké. Stel nou, het wordt een groot succes. Ja. Gaan jullie daar dan als groep in door? Of zeg je, nee, mijn maatschappelijke carrière staat toch nummer 1? Nee, dit wat staat... Wat studeer je? Waar wil je naartoe? Ik heb me ingeschreven bij theaterdocent. Daar sta ik nu op de wachtlijst in Utrecht. En ik heb me ingeschreven bij International Bachelor of Art and Culture Studies in Rotterdam. Maar niet een normale, reguliere na het gymnasiumstudie, zou ik maar zeggen. Die tweede is aan het Erasmus, dus dat is op zich wel na het gymnasiumstudie. Maar theaterdocent niet, maar dat wil ik. Ja, dat is ook gewoon... Ik vind het belangrijker dat ik iets doe wat ik heel leuk vind. Mm-hmm. Maar als dit nu wat wordt, of succes wordt, dan gaan we daar natuurlijk wel mee verder. Daar heb ik het nooit allemaal gevolgd, maar je hebt van die programma's zoals Idols en talentenjachten. Vorige week heb ik weer eens naar Idols gekeken. Dat schijnt na zoveel jaar weer terug te zijn. Klopt.
En dan sta je daar te zingen en dan word je helemaal uitgelachen. Ja. Jij bent jong en wild. Hoe sta jij daar tegenover? Ik vind het heel erg eigenlijk. Het uitlachen of het feit dat je daar gaat staan? Nee, het uitlachen, dat vind ik eigenlijk een beetje onbeschoft. Maar ja, wat het heel erg is met veel talentenjachten, dat is heel erg, die zoek je heel erg naar het perfecte popidool. En dan krijg je een platencontract en een auto en dan zit je aan heel veel dingen vast. Ja, en je moet dan die stijl spelen, ja, hè? Want je moet lijken, je bent de nieuwe Madonna, ik noem maar wat, ja, of de nieuwe weet ik het wat. En dat is bij Giel's talentenjacht helemaal niet. Je wint niks concreets, nee, maar wel podiumtijd en media-aandacht. Tuurlijk, en dat als je in zijn programma mag komen. Ja. En daarin kan je jezelf ontwikkelen, dus dat is wat maar is ik kijk ook wel eens met mijn kleinkinderen als ze komen logeren. En kijk ik wel eens mee. Vier. Maar dan zie je toch ook als sommige mensen of je optreden dat ik denk, jongen, dat meisje doet dat alsjeblieft toch niet. Je weet toch een klein beetje wel voor jezelf of je toon kan houden. Zijn jullie daar, wat Henk zegt, zijn jullie ontvankelijk voor kritiek? Worden jullie keihard door mensen in je omgeving beoordeeld? Want dan zie ik je ouders na afloop staan en dan zijn verdriet en dan denk ik, ja, maar je had toch zelf al kunnen zeggen dat het niks is? Nee, nou, ik vind gewoon dat iedereen muziek moet kunnen maken, of het nou absoluut goed gaat of niet. Absoluut, dat ben ik met je eens. En dan moet je gewoon plezier hebben. Maar gaat dan in het Kralingse Bos staan, maar ga niet voor de camera staan. Hier voor de deur. Als je zeker weet dat je afgaat als een gieter. Want ja, ik denk je dat zijn iedereen er toch bij, dat is als jury, daar word je. Ja, maar ja, je hebt een droom en die wil je graag. Ja. Dus dan ga je het toch proberen, daar heb ik wel respect voor. En wat kritiek betreft voor onszelf, dat is, we hebben gewoon wel mensen om ons heen waarvan we weten dat ze gewoon heel eerlijk zijn. En als ze het niet vinden, dan zeggen ze. En daar heb je heel veel maar aan. Maar wat Jan Willem zegt, daar moet je wel mee om kunnen gaan. Want absoluut, het leven is natuurlijk niet altijd Hosanna. Nee. En ook niet muzikaal. Er zullen er ook zepers tussen zitten. En als iemand dat dan zegt, dan moet je niet, maar dan moet je denken, nee, dat kan is, ik beter. Dat is heel fijn. Want dan, je moet het aanpakken. Ja, precies. Dat is heel prettig. Zijn jullie op elkaar ingesteld in de zin van, als er wat moeilijke tijden komen, kun je dan tegen een stootje? Zijn er egotrippers in de club? Hoe pakken jullie elkaar aan? Nee, er zijn geen egotrippers. We doen het echt heel erg samen en daar ben ik heel blij mee. We hebben wel soms een soort grapje binnen de groep van who's the Beyoncé of the band? Want je hebt natuurlijk bij Destiny's Child dus Beyoncé. Maar dat is gewoon een soort grapje. Doe even de namen van de andere meisjes. We doen mee met Giel's Talentjacht met Nienke, Luna en ik. Oké, super trio. Yes. Okay. Ik denk als je er plezier in hebt, want dat is ook belangrijk. Hè, naast je studie of andere dingen. Lekker. Want zingen, daar wordt iedereen vrolijk van. Ja, ik heb een keer demente mensen gezien, die zaten de hele dag zo te kijken. Er komt iemand die zingt een liedje van vroeger en je ziet die mensen helemaal opfleuren. Dus voor alle leeftijden wat dat betreft. Ten slotte, Maaike, wat kunnen we in Schiedam nog voor je betekenen? Kunnen mensen ergens stemmen? Moeten ze iets bezoeken? Weet ik het wat? Nou, het gaat heel erg over viewtime en likes en delen. En likes is zo'n duim. Ja, dat is op YouTube. Je moet naar Giel's Talentenjacht gaan. Dat is de YouTube-pagina. En daarop staan we in de top 100 afspeellijst met het oude nummer. En dinsdag worden de nieuwe nummers, dus allemaal over vrijheid, geüpload. Ja. En vooral die moet je liken en gewoon kijken. Dat is ook al heel belangrijk. Ja. En delen, een reactie plaatsen over dat je het leuk vond. Verplicht kijken. Verplicht kijken. En dat helpt ons allemaal door naar de volgende ronde. Nou, jij maakt in ieder geval goed reclame voor je club. Ja, en ik wens je ontzettend veel succes. Dank u wel. Bedankt voor het langskomen, Maaike. Succes.